buiten mijn shoplog van februari heb ik ook een, ja, gedeeltelijk Duitsland, gedeeltelijk paas shoplog. Het is vooral snoep, maar er zitten ook een paar andere dingen bij. Ik werk namelijk vlakbij de Duitse grens en ik ben met 20 minuten ben ik bij een Real. En Real is eigenlijk meer dan een supermarkt. Het heeft echt alles. De hele grote winkel. En, maar er zitten ook een paar dingen bij die komen van de Jumbo. Zoals deze twee repen chocola komen van de Jumbo. Dit is speciaal voor de Pasen. Dit is met carrot cake. En deze is met crushed toffee eggs. Dus. En ik had er nog eentje gehaald, maar die heb ik aan mijn zusje gegeven. En paaseitjes. Crème brûlée. Dit is cappuccino. En dit is karamel zeezout. En het was, toen ik ze haalde, was het 3 voor 5 euro. En de rest komt allemaal uit bij de Real vandaan. Dit zijn de, ja, die andere LOL dolls heb ik eigenlijk nooit laten zien in een shoplog. Dit zijn de glitter edities. Die heb ik in Nederland niet gezien. En ik zag ze nou liggen en ik heb er niet één, maar twee meegenomen. Ze hadden de glitter edities en de pets. En ze waren allebei, ja, zeggen 12 euro per bal. Dus, maar terwijl bij ons volgens mij de pets goedkoper zijn. En dan heb ik een zakje snoep gehaald. Dit zijn van die, ja, die sliertjes. Die waren nog geen euro per stuk. Of misschien net een euro. En dan heb ik Kit Kat Chunky met pindakaas gehaald. Dit is een. Kun je wel zien hoe groot die is. Heel, heel, heel groot. Maxi-ei. Kinder-Überraschung Riesen-ei. Formation. Die heb ik gehaald. En. Want dit is de Maxi. Dan heb ik nog een zakje van Haribo gehaald. Met flamingo's. Die heb ik bij ons nog nooit zien liggen. Maar het staat ook hier dat het een limited edition smaak is. Dus, en die was een euro. Ik heb nog een kinder gehaald. Dit is een twee eieren met pauw. Twee? Vier eieren zitten erin, sorry. En daar zitten twee speeltjes in van de Powerpuff Girls. En ik heb nog drie eieren gehaald. Het ene meisje is, de ander is volgens mij mis met de teenage, maar Teenage Mutant Hero Newt. Met die schildpadden. En eentje is een paaseditie. Dan heb ik. Zag ik de echte jelly beans liggen. Ik vind dit echt nog de lekkerste jelly beans. En hier zit ook geen. Wat ik heb begrepen is geen gelatine is. Geen gluten. Geen gelatine en geen pinda's. In tropical mix en in de zure smaak. En de rest is allemaal niet eetbaar. Ik heb twee labello's gehaald. Limited edition, dit was de glitter edition, dit was de neon edition. En een, ja, Duits merk Beber. En dit is een smoothie smaak. Dan heb ik een mini deo gekocht van Dove. Vond het wel handig voor alvast voor op vakantie. En een hele kleine handcreme. En een kleine tandpasta. En ik zag van Essence, ik weet niet of ze die in Nederland ook hebben, de Holo Rainbow lakjes. In zilverkleurig, blauw en in groen. En als laatste een boek. Dit is van, ja, Bob.
Bob Destroorner. Oh ja, hij is ook verfilmd. Volgens mij. Is er... Oh. A Street Cat Named Bob, heet hij in het Engels. Dat was mijn shoplog.